Voor 2021 krijgen we ook een aangepaste Charger 3 en Charger 3 Mixed. Zoals je kent misschien al, in 2020 was dat al het geval, werd de Charger 3 eigenlijk al geüpdate met de nieuwste motoren, generatie 4. Dus de Bosch motoren die je ook nu in de 2021 modellen gaat terugvinden, is ook nu weer de gekende Performance CX voor de 25 km per uur varianten en voor de Speed varianten, de Speed Pedelec, High Speed fietsen, de gekende Performance Speed. Ik herhaal ook weer daar 85 Nm koppel ten opzichte van de 75 Nm in 2020. Nu is het eigenlijk zo dat hetzelfde verhaal als voor de Super Delight en de Delight dat we voorheen al gedaan hebben, geldt eigenlijk ook hier voor de Charger 3 en de Charger 3 Mixed. Dat wil zeggen dat omdat de fietsen zo populair waren bij Reason Müller in het seizoen 2020, eigenlijk vroegtijdig de frames al, uitverkocht begonnen te worden. En voor die reden is er ook daar vroegtijdig al de overschakeling gemaakt naar de nieuwe aangepaste 2021 frames. Die aanpassingen, zoals gezegd reeds bij de Super Delight Delight, maar ook de Supercharger 2, bevinden zich eigenlijk voornamelijk intern. Dus ook omdat we nu ook in de Charger 3 en de Charger 3 Mixed die 625 wattuur update mogelijkheid krijgen. Kort herhaald, binnenin werd er meer plaats gecreëerd om die wat langere 625 accu te kunnen plaatsbieden. Daarmee wordt er een kleine wijziging gevoerd aan daar waar de toeter voor de Speed Pedelec varianten komt te staan. Die komt eigenlijk nu achterin achter de motor geplaatst. En zoals reeds gezegd, de oude zeg maar afdekkapje voor de laadpoort die zich nu hier bevindt, die wordt eigenlijk opgeschoven en die wordt op een andere positie geplaatst. Eén, om meer dus plaats te bieden, maar twee ook om dus een verbeterde afdekkap te bieden dat Reason Müller zelf ontwikkeld heeft. Verder dus het gekende concept, maar met de verbetering dus zoals gezegd van de upgrade mogelijkheid naar 625 wattuur. Nu, wat betreft de accu stopt het daar eigenlijk niet voor die 2021 varianten. De update naar 625 is zeer handig, maar het is ook zo dat soms in bepaalde gevallen mensen die dubbele accu-capaciteit wensen, dat die graag bij de Charger 3 blijven, omdat vaak de man en de vrouw als koppel over dezelfde fiets willen blijven beschikken. Kan het ook nu dat de Charger 3, waar dat in 2020 niet kon, toch kan uitgevoerd worden met zo'n dual battery, dubbele accu. En dat dan eigenlijk in de vorm van dus de accu 625 upgrade automatisch dan in de afvallende buis, gecombineerd eigenlijk met een accu die bovenop de aflopende buis wordt gemonteerd in de vorm van een powerpack accu, 500 wattuur. En dan krijg je ook voor de Charger 3 een 1125 wattuur oplossing. Wat dan voor de dames? Want in 2020 was de Charger 3 Mixed uiteraard alleen uitvoerbaar, standaard, zoals nog altijd in 2021 met een 500 wattuur. Maar wat gebeurde er dan als je toch Speed Pedelec wou rijden als dame en alsnog die hoge capaciteit, die dubbele accu eigenlijk wel nodig had om de afstand te kunnen overbruggen? Simpel gezegd, in 2020 waren daar geen oplossingen voor. Of de consument moest dan kiezen eigenlijk voor de Nevo-variant. In 2021 heeft Reason Müller daar een oplossing voor. Het is eigenlijk zo dat je in het mixed frame de plaats zeg maar mist in de beide frame-buizen zeg maar, om zo'n extra accu bovenop te gaan plaatsen. Jammer genoeg is het niet mogelijk in dit frame als om, zoals eigenlijk in de Hommage, die twee PowerTube accu's die in het frame zitten, eigenlijk te gaan samenvoegen. Dus wat is dan nog de oplossing? En eigenlijk een goed doordachte oplossing wat mij betreft, dat is dat er een extra accu achteraan in een aangepaste pakdrager zal gaan komen, waarbij dus in het frame de 625 wattuur accu's gaat zitten en onderaan de pakdrager een extra 500 wattuur kan gaan geplaatst worden. Daarmee hebben de dames nu de mogelijkheid eigenlijk om de Charger 3 Mixed te kiezen, wat toch een sportiever frame is,
En dan in combinatie eigenlijk met zo'n dual battery oplossing. Dus dat gaat zeker voor heel veel dames een mooie oplossing zijn in 2021. Verder het gekende concept. De Supercharger 2, Super Delight, Delight en dergelijke krijgen de Kiox oplossing, smartphone en de gekende Neon met de navigatie oplossingen. De varianten beschikbaar ook hetzelfde als in de Supercharger 2. Dat wil eigenlijk zeggen een touring variant met dus derailleur, zeer efficiënt met kettingsysteem wat wel wat meer onderhoud vergt. Ga je liever voor een NAV-systeem met dus minder onderhoud, dan kan je kiezen voor het Enviolo-systeem, altijd in combinatie met een riem. Wil je voor toch die efficiëntie van een derailleursysteem gaan, maar met het duurzame en het onderhoudsarme van zo'n NAV-versnelling, dan moet je gaan voor de elektronisch schakelende roll-off. Allemaal beschikbaar, zijnde in de gewone variant met de wat dunnere banden, die eventueel kan voor de 25 km per uur varianten. Ga je voor die Speed Pelic, dan raden we sterk aan om voor die GT variant te kiezen. Kort gezegd dus, even herhalen, de Charger 3 en de Charger 3 Mixed. In 2021 en eigenlijk nu al zo beschikbaar, nu ook voor de Mixed variant te verkrijgen met een dual battery oplossing. En standaard, zowel voor de Charger als voor de Charger Mixed, ook gewoon de upgrade van 500 wattuur die je nog altijd standaard kan krijgen. Of dus updaten of upgraden liever naar zo'n 625 wattuur accu.